nieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer woensdag 7 februari 2024. En het is nu 2:30 in de middag. Ja, echt wel. En ik lieg er niet om, jongens. Nee, ik lieg er niet om. Even een hele hoop van mijn even dingen weghalen. Maar inderdaad, kijk, daar zeg ik al, ik lieg er niet om. Nee, nee, nee. Echt niet. Kijk maar. Hoe toevallig. En ik sta nu even bij Roos' portiek te wachten. Hij moet even zich omkleden. Want hij is eigenlijk net klaar om 1 uur van zijn werk. Dus hij gaat nu even omkleden. Daarna gaan we dus naar de DVB. En vanaf de DVB. En... ziet het niet. Maar okay. Ik zag even iemand voorbij rijden. Ik denk, nou, ik durf mijn rood licht. Maar nee, we gaan zo meteen naar de DVB. Naar de dierenvoedselbank dus. Voor de mensen die het niet begrijpen. DVB, dus dat is gewoon een afkorting. En dan vanaf de DVB naar de mal. Want Rood die wou even naar de mal. Prima, mag voor mij helemaal top. Perfecto mundo. Ja. Dus dat gaan we zo meteen doen. Dus helemaal geweldig, helemaal top. En dan... gaan we het zo meteen beleven wat we allemaal nog meer gaan doen. Ja. Ja. En Rodi heeft net even mijn schouder gedaan. Ja. Dat was gisteravond. Ik deed iets. Ik weet niet eens wat. Het schoot zo en zo in mijn schouder. Ik kon dit niet eens doen. Ik kon niet eens zo doen. Het deed gewoon zeer. Dus dat is ook weer levensgevaarlijk als je dus moet gaan autorijden. Ja. Is niet handig. Nee. Maar oké. Okay. Wij gaan dus zometeen eerst naar de dierenvoedselbank en daarna naar de mal. Ja, dus ik zou zeggen even met kijken. Ja, we zijn weer in de Jumbo. Ja, gezellig. Rodi is even weer pikjes aan het scoren. Dat is ook leuk. Pikjes scoren. Ja. 3. Zo. Je hebt een goede vangst dan, hè? 3. Kommie. Nou, ik moet even kijken. Maar. Hoe zei je dat nou? Ja, kromkommer, ja. Bijna wel. Krombiekommer, ja. Ik moet sowieso kromkommer hebben. Dat is 1,05 euro. Krombiekommer, ja. 1,05 euro, nou, dan kan ik er wel 2 van meenemen. Jij loopt dus waarschijnlijk gewoon door. Ja, waarom met de... Ja, serieus, dat klopt ook niet eigenlijk. Een kleine en een grote, nee. Dan wil ik wel een grote en een grote hebben, ja. Kijk, dit zijn tenminste grotes. Ik moet even weer Ro gaan vinden. Die loopt weer lekker door naar de welbekende bak, zeg maar. Ik weet even niet. Waar is hij nou weer gebleven dan? Waar is hij naartoe? Goedemorgen, Ro. Hey. Oh, daar. Ik zag hem al even niet meer. Schat, wacht even dan. Wacht even, lief. Lief, wacht even. Ik wil even kijken. Vrees ik misschien eventueel. Nee, ook niet zo heel veel. Nee. Daarom weet ik dus waarom de rode zal doorliep. Jee, mag dit in de kar alsjeblieft? Alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Zo. Ja. Vind ik leuk. Vind ik gewoon grappig. Vind ik gewoon leuk. Ja. En eens even kijken naar crackers. Goedkope crackers. Ik hoef geen dure crackers. Nee. Gewoon wat iets goedkoops, niet? Gewoon eens even kijken. Goedkope krakker. Ja. Rapport vind ik alweer een beetje te duur, zeg maar. Eens even kijken. Dat is alweer 2,27. Koekoek. We zijn loco geworden hier zo. Loco, loco, loco. Hebben we nog meer? Vast wel even kijken. Zoeken, 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 zoeken. Zoeken en geen soort vinden, zeg maar wel eens. Ik moet gewoon kijken. Ze hebben gewoon... Dan hebben we daar wel crackers, maar eens even kijken wat ze hier hebben. Ik denk niet. Nee, moet ik daar dus wezen. Handig. Ja, dat. Maar ze delen ook echt alles weer in zoals hun het wil hebben. En zoals de hoofdkantoor het wil hebben. Kijk, want hier heb je dus de crackers. Maar ik vind dat weer veel te duur. Dus ik moet even kijken. Dit is naturel. Even kijken, want natuurlijk vind ik ook wel lekker. Maar waar ik op moet letten, dat is namelijk op melk. Circa 33 stuks. Even kijken. Wat zit er in? Suiker, zonnebloemen. Oké, okay, ja, ook kijk.
Allergieën, tarwegluten kan bevatten rogge, gerst en havergluten en spelt. Tarwegluten, oké. Dus hier zit heel weinig melk in. Zoals, nou dan neem ik, weet je, neem ik deze mee en deze. Want, hartstikke mooi. Neem ik, heb ik, het is moeilijk meenemen. Het is heel moeilijk meenemen dit, hè. Het is heel moeilijk, ja. Hartstikke idee. Ja, en nou moet ik er ook weer gaan zoeken. Waar die is, weet ik niet. Oh, daar. Ha! Ik heb hem alweer gevonden. Maar ik heb nou wel twee dozen met dit. Dat is erg handig. Jee. En Roos is dan weer blikjes aan het inleveren. Wil die niet? En die andere die gaat niet, schat. Die andere niet. Kijk. Nee. Hij is ingedeukt. Ja. Jammer dan. Nee, hij pakt hem niet. Hij pakt hem niet. Niet dat is jammer dan. Hij is ingedeukt. Eens of daar, ja, hier zit wel staatsgeld op. Ja. Nou, ik ga Ro even helpen. Kijk, deze pakken, die zijn dus €1,19. Ja, deze dus ook. De naturel en de volkoren. Ja. We hebben net gekeken, eventjes bij de Lidl en bij de Aldi. Het is daar een heel stuk goedkoper. Echt. Dus we gaan daar even naartoe. Dus we blijven lekker rijden. Mm-hmm. Lekker rijden. Leuk man. Rijden. Ja, als je het goedkoper kan kopen, moet je het ook echt goedkoper kopen, ja. Want anders heb je er ook geen donder aan. Dus we kijken tegen Roop van of hij anders ook zijn kaas ergens anders kan halen. Waar ergens elders goedkoper kan wezen. Kijken waar Roop is nu. Roop die zou dit gaan. Even kijken waar Roop nu is. Want die zou de komkommer terugbrengen. Maar waar die nou uithangt, Joost, mag dat weet ik niet. Nee. Want een komkommer, die is hier dan, zoals je kan zien, €1,05. Dus ja, weet je, dan wil ik toch wel goedkope boodschapjes doen. Ah kijk, daar staat wel. Ja, helemaal top. Helemaal goed. Allah, schat. Allah, Allah, Allah. Ja, we zijn dus nu in de Aldi. Ik wou zeggen Action, maar dat klopt helemaal niet. Action. Koekoek. Ik ben een beetje koekoek vandaag. Ja, ik ben echt koekoek. Klopt niet. Action. Ja hoor, voor mij. Action. Ja hoor. We zijn in de Action. Ja, is goed joh. Ah, klopt. We gaan in een meter. Krekkers, 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 krekkers. Dit zijn geen krekkers. Nee, dit zijn geen krekkers. Ik moet namelijk krekkers hebben, ontbijtkrekkers. Ja. Even kijken, krekkers, krekkers, kijk. Maakt geen ene donder uit, schat. Want daar en want daar zijn ze ook 1,19. De krekkers. Hier zijn ze ook 1,19, dus dat maakt geen ene donder uit. 2 keer 125 gram, dat is hoeveel van jullie? Want hoeveel zitten erin? Ja. Kwart kilo. Ja, maar hoeveel stuks? Want bij de Jumbo stond er ongeveer circa 33 stuks. Okay. Nou, dat staat dus hier niet op. Nee. Nou, hier is dus ook 1,19. Dus dat maakt geen donder uit. Nou, neem ik deze wel mee. Hartstikke idee. Blauwe. En deze. Ja, alleen de krommie krommer moet ik nog hebben. De krommie krommer. Ja. Huh? Ja, nee joh, je meent het. Bij de groente. Dat wist ik nog niet en dat het en bij de groente was. Dat was heel nieuw, dan zegt hij weer wat hoor. En bij de groente, ja. Is dat zo? Ik dacht juist bij en bij de fruit. Grappig, heel leuk. Hij maakt wel eens grapjes, dus dan mag ik het ook grapjes maken toch? Krommikommers, krommikommers. Als we komkommers hebben, dat zou heel handig zijn.
Kijk ik er nou overheen of kijk ik er overheen? Oh, hier. 99 cent. Scheelt weer. 1,07 euro. Scheelt weer 6 cent. 7 cent. Jumbo was 1,05 euro. 1 en 1,07 euro. Zo ongeveer 1,06 euro. Ja, ik heb het op beeld staan. Ik dus. Heb toch van 1,05 euro. Ik zal eens even zo... Heb jij het ook bekeken dan bij de schap of niet? Ja, op het schap stond 1,05 euro. Nou, dan ga ik even. Dan gaan we even samen weer terugkijken. Wacht even. We hebben het eventjes nagekeken. Het was inderdaad, zoals jullie hebben kunnen zien, bij de Jumbo 1,05 euro. En hier is het 99 cent. Ja, wat een idee. Hoeveel moest ik meenemen, zei je? 2. 1 en 2. Yes. Zo. Het scheelt weer inderdaad een hele hoop, ja. 1,05 euro. 12 cent. Hè? Huh? Scheelt 12 cent. Ja, dat bedoel ik. Dat scheelt een hele hoop hoor, 12 cent. Bijna een blikje. Het is toch weer 12 cent, en wat Roel al zegt. Het is bijna een blikje, ja. 50 cent. Ja, handig hè? Dat dank je wel. Goedkoop, boodschappen doen bijna. Nee, die staat er niet, schat. Nee, jammer. Jammer voor jou. Maar nee, sorry. Nee, jammer hè? Ja. Maar heb jij wel alvast een opdracht voor hem? Want hallo. Nee, 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 nou, hallo, jij hier met deze. Ja. Misschien even een leuke pakket ervan maken. Ja, even niks. Ja, met geel met elkaar. Ja, nou, dan moet je dat even vragen. Kun je het bij elkaar doen? Ja. Allemaal. 1 cadeau. 1 groot cadeau. Mag ik een beetje op je vingers kijken? Ik film jou zelf niet hoor. Oh, nee. En ik ben... En ik er niet op komt? Nee, dat is prima. En ik ben toch hier kind aan huis, dus... Oh ja, geloof ik graag. Nee, daar zorg ik wel voor. Dat je er niet op komt. Ik vind het helemaal goed. Komt goed, goed, goed. Het komt helemaal goed zometeen. Ik zal even schrijven of niet?
Ja, maar ook namens... Oh ja, ja, oké. Ja. Dat is de tekst die ze wil, hè? Hey, alles goed jongen? Ja, lekker met jou ook. Lekker, lekker, lekker. Ik ga dat hier nog even een heel speciaal zakje met wat erin had. Oh nee, oké. Zo hebben jullie hele schoenen weggehaald, hè? Ja, ja, ja. Blij of niet? Ja, tuurlijk. Rodi heeft wat moois. Laat eens kijken, schat. Wat en wat heb jij? Hallo. Wat heb jij daar in je handen? Wat heb jij daar in je handen? Laat eens even goed zien. Oh, die is heel... Nee, even... Nee, even... Nee, gewoon even zo. Nee, zo. Nee. Wat een... Zo, juist. Kijk eens hoe mooi. Wauw. En voor wie is die? Boeda. Voor wie? Boeda. Ah, oké. Okay. Dus we zijn dus nu op bezoek. Ah, is mooi. Gaan we eens even kijken of we ze thuis zijn. Schappig. Ik weet niet of je vader thuis is, maar ik heb hem wel aanstaan. Ik vind het prima. Ik denk het niet. Of wel? Huh? Waar is het dan niet, denk ik. Ik kan hem wel gewoon aanstaan. Hoi, met mij. Sta beneden. Dag jongen. Ben beneden? Nee, ben beneden. Rustig. Ik kom dan. Oké. Okay. Waarom spreek je altijd in de ik-vorm? We staan beneden. Niet jij alleen? Ja, ik sta toch beneden? Ja, we staan beneden. Jij beneden. Tuurlijk wel. Maar weet dus nou niet dat hij wordt gefilmd? Nee, niet. Ah, je moeder. Sleutels. Sleutels. Alweer sleutels. Speciaal voor jou. Wanneer houd je nou zo'n leuke expositie van al die mooie foto's? Nou, ik maak geen foto's. Ik maak een vlog. Ja, maar je had toch ook al. Je was toch ook fotograaf? Dat was, ja, maar. Oh, is dat dat was, ja. Ook observeerde. Doordat ze die plaatsen worden. Dat zink aan. Zoveel rozen heb ik nog nooit gezien. Nu zitten we hier al 48 jaar. Ja, dat is lang. En hoe vindt u deze rozenman? Hoe vindt u ze? Prachtig. Goed hè? Enorm. Kom u erbij? 100 rozen. Dat kaartje moet je laten zien, schat. Hier, hier, kaartje. Hier. Daar. Er zit nog een mooi kaartje bij ook. Oh, nou. Emma, nee, en er staat ook nog wat op, hè? Mam, kijk hier. Oh, van. Ja. Een boekje. Ja. Oh. Ja. Oh. Dankjewel. Nou, dat is van uw dochter, hè? Ja. Ja. Maakt niet uit. Hey. Hey. Ga je kijken waar papa is nu? Ga je weer kijken? Ga je papa uitzwaaien? 1, 2. Ga je papa uitzwaaien? Oh. 1, 2. Ga je papa uitzwaaien? Yay, papa uitzwaaien! Yay, papa uitzwaaien. Ja, hobbelen, lopen. Ja. Wie is dat dan? Ja, yes, papa, jee. Maar wat zei je nou over? Oh, eet ze straks. Ja, oké, dankjewel. Gaat wel goed komen. Ga jij lekker naar huis slapen. Doei, doei. Dag. Doei, hè. Doei. Hij is echt moe. Hij is al vanaf 7:30 op. Ja, ja.
Dat en dat gaat weer veel meer voorkomen. Ja. Ja. Weet je wat en weet je wat? En wat ze daarop moeten doen? Op die paal? Ik wou net zeggen, ja, prikkeldraad erop, ja. Inderdaad, helemaal goed. Prikkeldraad erop doen, hè, want dan komen ze er ook niet meer op. De wat? Wat? Ik ga kijken wat ik kan doen, ja? Ga jij maar lekker slapen. Laters. Doei! Daar loop ik dan. Lekker buiten. Jasje aan. In februari. Ja, het is wel een beetje frisjes. Ik heb een tas mee van de Albert Heijn. Maar ik ga niet naar de Albert Heijn, maar ik ga naar de Hoog. Ja. En ik ga even een drinkpak halen van 3 liter. 9 euro. Hou ik een eurotje over, maar zo, weet je, mot kunnen. Wel ja, joh. Ik ben moe. Weet je dat ik moe ben? Nou, ben je niet moe? Ja, ik ben moe. Brut. Ja, dat is een mooie Range Rover ook, hè, dit. Een hele mooie Range Rover. Ja. Maar ja, daar is ik ben er bijna. Helemaal top. En dan zien jullie me zo meteen wel weer. Ja. Dan ga ik mama even bellen. Mijn broer heeft een bericht ingesproken. Moet ik ook nog even afluisteren. Dus komt ook wel helemaal wat. Ja. Ik ben dus weer thuis, zoals jullie kunnen zien. En nou ga ik deze 3 lieve dames uitlaten. Ga je ook mee, lady? Ga ik mee plasje poppen doen? Oh ja, ga je praten? Lovely, ga je praten? Ja, ga je mee? Ga je mee? Ja, mag ik dan eerst even in naar de wc en dan naar jullie? Want anders ga ik het niet redden, dat rondje. Nee. Dus mama gaat eventjes plassen. En daarna gaan we maar met jullie lopen. En de bal gaat mee. Ja. Daar ligt dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan een leuke vlog? En zo zeg ik, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken.